We zijn halverwege een pittig seizoen in de Korfbal League 2. Nou, voor ons was dit reden om eens terug te kijken met de trainer van Avanti 1, Henk-Jan Post. Dit zie je in aflevering 67 van Avanti TV. Henk-Jan, hey, vertel eens, hoe is het eigenlijk om trainer van Avanti 1 te zijn? Ja, dat is hartstikke leuk, Alwin. Ik ben daar heel blij mee dat ik dat ben, omdat het heel veel kanten heeft. Je hebt heel veel leuke dingen, je hebt heel veel lastigere dingen. En daar moet je met de groep en met de trainers en de staf uit zien te komen. En dan heb je de ene jaar een prachtig jaar en de andere jaar heb je een minder jaar. En de andere jaar bungel je ergens tussenin. En hoeveel tijd gaat erin zitten voor jou? Nou, daar gaat wel wat tijd in zitten. Ja, je bent natuurlijk twee avonden zo en zo op de trainingen. Nou, gemiddeld denk ik 2 uur zeker per training. En dan doen we op maandagavond nog trainen. Dat wisselen we wel met een groepje trainers af. Dus dan ben je echt niet veel aan de beurt. Maar je moet er toch wel weer een paar keer zijn. Dan moet je analyseren naar je volgende tegenstander waar je tegen moet. Het liefst ook nog even terugkijken hoe het zaterdag is gegaan op video. Want dat zie je toch anders tijdens de wedstrijd dan dat je dat even op je gemakkie 's avonds terug kan kijken. Dus daar gaat veel tijd in zitten. Ik heb het niet opgeteld, maar... Maar dat is het waard. Ja, ik vind het wel waard. Ja, ik vind het ook leuk, hè. Dat scheelt. En thuis vinden het 1 leuk dat ik het doe, maar zijn ook allemaal korfballers. En kijk ook graag nog een wedstrijdje. Dus als ik op zondag de tegenstander wil analyseren, dan vindt mijn vrouw dat niet erg om gezellig mee te kijken. Zou je het ook bij een andere club kunnen doen? Nou, daar heb ik natuurlijk best wel veel over nagedacht ook. En ik denk dat ik dat wel zou kunnen. Maar het zou voor mij wel, dat moet wel een club zijn die in de buurt zit. Want ja, dit is natuurlijk ideaal. Ik ga helaas nog wel met de auto, maar wel een elektrische auto dus. Dat scheelt, maar dan ben ik in 2 minuten, sta ik in de kantine. En dat is natuurlijk wel echt heel fijn. En als je natuurlijk 3 kwartier moet reizen naar een training toe en 3 kwartier terug, dan is dat natuurlijk toch weer 3 uur in de week minimaal, alleen voor de trainingen. Wat je extra moet investeren, ja, dat denk ik niet dat ik dat zou doen. Nee. Maar je moet het allemaal naast je, denk ik, drukke baan doen als directeur van een groot transportbedrijf. Ja. Ja. Is dat een beetje te combineren dan? Jawel, dat is wel te combineren. Het werken, dat doe ik al zo lang. Dat kan ik prima combineren met het korfbal. Ja, ja, dat gaat echt wel goed. En nou, op dit moment hebben we ook Oranje Internationals, hè, binnen de club. Ja, zeker, ja. Ja. Ik ben wel benieuwd. Denk jij nou dat dat komt omdat wij als club zo goed opleiden? Of hebben wij gewoon toevallig een goede lichting of een paar talenten? Hoe moet ik dat zien? Ja, dat vind ik moeilijk te zeggen, want... Daar zit ik er ook niet dicht genoeg bij. Ik denk wel dat als ik kijk naar de 2 meiden die in Oranje zitten, die doen er volgens mij zelf ook echt veel voor om beter te worden. Dat is 1. En 2, vind ik ook dat ze al een paar jaar een goede trainer hebben voor die groep. Die daarin ook alles doet, denk ik, wat hij kan om die gasten en die meiden beter te maken. Maar die opleiding die is natuurlijk al een tijdje eerder gestart. En ik weet niet of wij daar zo goed in waren toen die meiden 10, 12 waren. Ik denk wel dat het nu goed gaat, in ieder geval. Maar laten we vooropstellen, talent is natuurlijk een van de belangrijkste dingen. Mm-hmm. En het verder willen gaan zelf in het korfbal. Ja. Nou is mijn angst gelijk altijd bij een talent. Nou, die zal dan wel naar Delft gaan binnenkort of zo, want daar gaan alle talenten heen. Ja, 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 dus nee. Wat kan Avanti er nou aan doen om dat niet te laten gebeuren? Nou, ik denk ze in ieder geval bieden wat ze nodig hebben om nog beter te worden dan ze al zijn. Dat is belangrijk en Avanti moet op een niveau blijven korfballen wat voor hun aantrekkelijk is. En ik denk dat je daar niet per se op het hoogste of 1 hoogste niveau voor hoeft te zitten, want... dat zien wij nu ook natuurlijk aan onze selectie. Korfbal League 2 is best een hoog niveau om op 20-jarige leeftijd in te stappen. Zeg maar van zo, ga het maar doen. Ja, dat is echt wat anders dan hoofdklasse A. Dat is gewoon zo. Dus het zou helemaal niet zo gek zijn om op een hoofdklasse niveau met zo'n groep, een gedeelte van zo'n groep, in het eerste te gaan spelen.
En dan word je in een aantal jaren ook heel veel beter nog. En dan kan je dat niveau misschien wel halen en misschien nog wel een stapje over. Even kijken naar Avanti 1, halverwege het zaalseizoen. Hoe kijk je erop terug? Ja, wisselvallig. De eerste wedstrijd tegen Top Arnhem-Muiden gewonnen. Toen kregen we DSC thuis, dat was heel jammer. Die hadden we echt moeten winnen. Dat hebben we echt hartstikke goed gedaan. En ik moet zeggen dat DSC de tweede helft een stuk beter deed dan de eerste helft. Maar wij deden het ook echt een stuk minder. Dan moet je die weken na uit naar Mid-Friesland en dan krijg je echt een behoorlijke oorwassing. Dus dan heb je eigenlijk onderin maar weinig ploegen die echt het moeilijk gaan krijgen. Tegen Top Sassenheim kan je ploeg eigenlijk zoveel energie erin pompen dat er een gelijk spel uit wordt gehaald. Tegen Tempo, de nummer laatst, geven we niet thuis. AWD-TV vond ik niet heel veel uitstralen. Kan je daar een beetje je vinger op leggen? Als ik dat zou kunnen, exact, dan zou ik ze dat vertellen en dan zouden we dat anders doen. Want ik denk echt dat iedereen bij ons er zo ingaat als Top Sassenheim thuis en ook als Top Arnhem-Muiden. Alleen, soms zijn ploegen te goed voor ons en dan kom je in zo'n beginfase als tegen Oost-Arnhem gewoon te ver achter om nog de spirit te hebben om terug te komen. Maar ik ben met je eens, het was heel duidelijk dat het voor Tempo hun laatste kans was. Maar het had voor ons heel duidelijk moeten zijn dat het een unieke kans was om op 5 punten van Tempo te komen. En dat straalden wij niet uit. Weet je, het eerste wat Mena en ik tegen elkaar zeiden na die overwinning van Top. En nu wordt het een wedstrijd om dinsdag en donderdag onze spelers zo gemotiveerd te krijgen dat dit geen eitje gaat worden zaterdag. En ik denk echt dat het ons gelukt is en dat het gewoon alleen die zaterdag niet gelukt is. En ja, daar is geen goede reden voor te bedenken waarom dat zo is. Maar ja, ik heb er heel lang over nagedacht, 's avonds al, van wat hadden we nou eigenlijk als trainers beter kunnen doen op dit moment om die wedstrijd om te buigen. En het gekke is ook dat ik eigenlijk niet iets goeds kon verzinnen op dat moment. Misschien hebben we te lang gewacht om wat anders te gaan doen in die wedstrijd, waardoor we wel weer in de wedstrijd kwamen, maar dat is gewoon niet gelukt. Heb jij spelers in je ploeg die je team over een dood punt heen kunnen trekken, vind je? Ja, dat denk ik wel dat we die hebben. Doen ze dat ook? Niet altijd natuurlijk, nee. En, want het is ook op dit niveau gewoon best lastig voor ons. Wij moeten gewoon scoren beter gaan worden, want ja goed, je moet wel naar de 25 eigenlijk iedere week om een kans te maken tegen deze ploegen. Ik denk dat je heel erg afhankelijk bent van spelers als Tom, Nicky, Jordi. Ja, zijn belangrijke spelers voor ons. Afhankelijk vind ik een groot woord hoor, want uiteindelijk denk ik dat we het echt wel met z'n allen doen. Alleen ja, die heb je gewoon nodig. Maar ja, wat nou als die wegvallen, Henk? ja. Tom geblesseerd geraakt, hebben we allemaal gezien. Ja. Nicky op reis op dit moment. Ja. Jordi zit met zijn werk nog wel eens wat lastig. Nou, daar gaan we gewoon opvangen met onze selectie natuurlijk. We gaan Nathan toevoegen. Heeft het gewoon hartstikke goed gedaan in 2. Maar ook als hij invalt bij ons in 1, laat hij zien dat hij echt wel een speler is die dit niveau aan kan. Dus, er zit best veel tegen ook, hè? Ja. In een vrij zwaar seizoen. Ja. Zakt de moed je ook wel eens in de schoenen? Nee, dat niet hoor, want dat gebeurt gewoon. En natuurlijk, ik ga niet thuis op de bank zitten en zeggen, hoe kan het nou allemaal ineens tegelijk gebeuren? Maar ja, dat heb je gewoon wel eens. En dan maar weer kijken op wat voor manier we hier beter van kunnen worden. Er zullen andere mensen op moeten staan die de leiding gaan nemen en moeten laten zien dat we als team zijnde hier wat van moeten gaan leren met z'n allen. En dat we gewoon die Korver League 2 gewoon alles aan moeten doen om nog een paar wedstrijden te winnen en er dan misschien wel in te kunnen blijven. Maar ja, dat moeilijk wordt als je dit soort mensen gaat missen, ja, dat lijkt me logisch. Henk, wat heb jij zelf tot nu toe geleerd van dit seizoen? Nou, ik heb gezien dat jongere mensen het lastig vinden op dit niveau om een ploeg echt verder te helpen. En dat is ook helemaal niet raar. Maar daar zie je wel aan dat hè, als het dan moeilijk wordt en je moet op een bepaald moment gaan wisselen, dat je vaak dezelfde mensen moet wisselen. Ik had dat niet van tevoren zo ingeschat dat er zo uit zou komen. En dat is wel lastig natuurlijk, want het zijn juist wel je talenten. Maar merk je dat het ook effect heeft op het team of op het teamgevoel, omdat mensen ontevreden kunnen zijn over wissels?
Nou ja, ik zou zelf ook ontevreden zijn als ik gewisseld zou worden aan die leeftijd had. Dan vond ik mezelf ook heel goed. En dat, ja, ik bedoel, zo werkt dat nou eenmaal. En dat is ook goed, denk ik, dat je dat gevoel hebt. Want dat moet je ook vasthouden. Alleen, ja, het gebeurt. En ik merk het niet zo 1, 2, 3. Want ik denk echt dat het acceptatieniveau best wel heel hoog is. Ja. En dat ze ook weten op welk niveau ze spelen. En ook wel weten dat het soms niet altijd goed gaat. Dat is ook prima, denk ik. Zou het slecht zijn om te degraderen uit Korfbal League 2? Ja, aan de ene kant natuurlijk wel. Je wil, je hebt dit gehaald. En dan wil je blijven. Want ja, dus het antwoord is eigenlijk ja. Aan de andere kant, ik denk wel. Wij moeten gewoon eigenlijk erin blijven, maar als wij zouden degraderen, denk ik niet dat het een ramp is. Hè? Nee. Het is niet goed. Hè? We willen er het liefst in blijven. Maar ja, goed, ik denk dat wij ook in de hoofdklasse weer een kans hebben om een keer naar boven te kijken. En misschien het jaar daarna wel, maar anders misschien 2 jaar daarna. Ik denk dat Avanti echt wel ook een stabiele Korfbal League 2 ploeg kan zijn. Maar we zien nu wel dat dat nog niet zo is. Ben je eigenlijk ook bezig met wat de club van Avanti 1 vindt? Nee, daar kan ik toch niks mee. Dus ik bedoel, er zitten zoveel meningen in het publiek. Mis je wel steun vanuit het publiek? Nou, of jij, net als ik, ik wil best de woorden in je mond leggen. Ja. Dat het wat meer mag koken af en toe in de viergang. Om je net even over een dood punt heen te helpen. Ja, dat denk ik wel. Alleen, dat is natuurlijk ook lastig. Kijk, als wij om 8 uur zouden spelen, zou dat beter passen. Hè, dan weet je dat je misschien wat minder kinderen krijgt, maar wel wat meer jeugd. Die daar echt achter gaan staan. Want je merkt toch wel dat om 5 uur wedstrijden gespeeld worden die ergens in het land, die dus niet bij het eerste kunnen kijken. Ja. Je geeft al aan, je blijft wel strijdbaar, ook al valt het seizoen misschien een beetje tegen tot nu toe. Wat houdt je zo gemotiveerd? Nou, ik vind dat wij echt een hele goede groep hebben. En dat komt er nu niet uit, omdat we op een hoog niveau spelen en het gewoon nu ook even in een lastige fase zitten. Maar ik denk dat we daaruit komen en ja, daar doen wij als staf alles aan om daar mee door te gaan. Hè. We hebben een derde trainingsmomentje erbij gepakt. En ja, dat doen we ook niet omdat we zo graag nog een avond in een sporthal staan. Nee. Maar ik vind het leuk en het is goed om te zien dat bepaalde dingen helpen als je meer traint. Nou ja, oké, dan doen we dat. Je hebt inmiddels aangegeven volgend jaar weer Avanti 1 te willen doen, hè? Ja, klopt. Ga je dat weer met MENA doen? Nee, in principe ga ik dat niet met MENA doen, nee. MENA heeft aangegeven dat hij wil stoppen. Wil graag nog wel wat voor Avanti gaan doen, maar niet meer bij 1. Omdat hij gewoon ook heel graag door het seizoen heen op vakantie gaat. En dat natuurlijk lastig samen gaat. Dus, voor jou geen reden om te gaan twijfelen? Om zonder MENA verder te gaan. Ja, dat heb ik wel gedaan. Ik heb daar zeker over nagedacht. Maar ik vind het nog steeds wel te leuk om ermee te stoppen. Ik heb uiteraard natuurlijk wel ook aan het TC gevraagd van hoe de groep daarover denkt. Want ja, goed dan. Ik bedoel, dat is natuurlijk wel belangrijk. Hou je er rekening mee dat je misschien volgend seizoen wel helemaal zonder de veteranen van nu door moet? Ja. Er komt een seizoen dat ze gaan stoppen. Ja, zeker. Die komt steeds dichterbij. Ja, nee, dat ben ik helemaal met je eens. Dus dat is ook, daar hou ik zeker rekening mee. Het is te hopen dat ze niet allemaal tegelijk gaan. Hè? Dat er misschien nog eentje of twee een jaartje aandoen. Maar ja, dat kan wel. En dan we hebben echt wel een goede selectie staan. Kijk naar de tweede, die staan gewoon bovenaan in de hoofdklasse. Dan ben je ook geen koekenbakker natuurlijk. Dus ik bedoel, daar zit echt wat talent in. En dan gaan we gewoon aanvullen bij 1. Ja, wel weer een beetje opnieuw beginnen. Zoals je al een paar keer in het gat bent gevallen. Ja, zeker. Maar ja, goed, dat hoort er ook bij. En dat is ook, dat vind ik ook echt wel heel leuk om te doen, hoor. Ik denk dat jij een beetje van week tot week nu kijkt, hè, de rest van het seizoen. Wat verwacht je er een beetje van? Durf je een verwachting uit te spreken? Nou, ja, verwachting is lastig. Kijk, wij kijken zeker van week tot week, want we zitten nu met wat blessures. Maar we moeten er ook wel de wedstrijden eruit pikken waar we een kans hebben. Hè?
En ik denk dat je die altijd hebt. Dus wat dat betreft vind ik dat we het iedere week in ieder geval vanaf de start moeten proberen. Aan de andere kant vind ik, we moeten ook conditioneel gewoon goed genoeg zijn. Alleen het moet ook heel blijven. En laten we er met z'n allen voor gaan, Henk. Dat gaan we zeker doen. Publiek. Ja, zeker. Dat zou mooi zijn. En nogmaals, wij zijn echt wel strijdvaardig hoor. Want we zijn hier niet gekomen om nu te zeggen van... Ja, het is allemaal zo moeilijk en moeilijke tegenstanders, ja, dat wisten we toch. Dus wij moeten gewoon nog beter zijn met z'n allen op zaterdag. En gewoon laten zien dat wij er wel kunnen staan, ook tegen goede tegenstanders. En dat gaan we doen. Succes. Dankjewel. Nou, zoals jullie zien wordt er hard getraind, ook in de winterstop. Maar ik heb hier iemand op de tribune zitten, die er helaas niet bij is. En ik denk ook niet dat het een hele fijne plek is zo op de tribune. Tom, hoi. Ziet er niet best uit dit? Nee, het is niet best. Ik ben zaterdag een beetje op een rare manier geblesseerd geraakt. En daarbij heb ik iets in mijn schouder afgescheurd. Bovenop mijn schouder een gewricht. En de doktoren zeiden 3 tot 6 maanden hersteltijd. Maar hoe kan dat gebeuren? Want het begon al redelijk vroeg in de wedstrijd. Maar wat was er aan de hand? Ja, ik probeerde, voor hoever ik nog kan herinneren, voor te snijden. Ik zag de tegenstander van Tim, die mij volgens mij wou overnemen, niet aankomen. En toen kwamen we hard schouder tegen schouder zonder dat ik het door had. En ik voelde eigenlijk gelijk dat het niet goed was. Ik hoorde hem ook echt poppen, dus dat was niet best. Maar je ging wel nog even door? Ja, ik dacht misschien is het nog een beetje een ijsbeentje idee dat je hem er even uit moet lopen en dan gaat het wel. Maar toen deed ik gelijk een duel daarna mijn hand omhoog en dat voelde heel slecht. En toen gelijk gewisseld, ja. Jeetje, 3 tot 6 maanden. Ja, ik hoop natuurlijk dat het die 3 wordt en je hoopt altijd sneller. Maar zo'n schouder is natuurlijk hartstikke lastig en ik moet hem nog lang gebruiken, dus we moeten ook gewoon goed herstellen. En dat is voor mij soms nog wel eens lastig. Ik wil graag snel weer op het veld staan. Ja. Nou, wij willen dat ook. Dit vinden wij ook allemaal niet zo leuk, ja. Zoals je ziet. Dus we hopen je sneller te zien. Ja, dankjewel, Joe.